Hallo iedereen en welkom terug bij New Hunger Games. Ik ben hier met Tim. Hoi. Oh god, ik heb mijn sprint gemist. En met de stopzuiger. Nee. Ik heb Golden Apple, Diamond, nee, Helm, Flint en Steel. Helm, Flint en Steel, Golden Apple, Steel. Oké, loop snel weg, want er staat iemand met een zwaard achter je. Ik wil je niet bang maken, maar... waarschijnlijk hadden we hier beter niet in kunnen gaan, want hier loopt wel iemand anders in. Oh, ik loop dood. We zijn weer genaaid, denk ik. We're screwed. Yep. Het probleem met deze map is dat als je geen wapen krijgt, dan is het lastig om zo'n tunnel te bezetten, te domineren. Van jou te maken. Yep. Ja, dat is heel erg lastig. Oké, ik heb wel flint en steel als wapen. Oké, ik heb een ik heb nu een bijl. Hier zit een piston. Hoe activeren we die? Ik heb hem, liever. Oké. En hier staat... een stomme custom map. Ik heb een ladder ding voor jou. Oké, okay, go. Ja, daar. Eén, Oké, door. Dit lijkt nog niet geluwd, dus dat is maar mooi. Waarom, hoe gaat deze open? Oh, waar ga je heen? Ik heb hem. Waar ben je heen? Ik heb niks aan de hand, ik kom naar je toe. Ik heb hier nog een lief. Oh, ik heb een kist gevonden. Ik kom naar je toe. Ben je hier? Ben je die trap opgegaan? Ja, die ladder. Ik heb één ijzer en ja, dit. Ja, ik ook. Hier. Als je nog een stick hebt. Ik heb nog een helm voor je. Heb je een stick? Nee. Ik heb wel wat eten, heb je dat nog nodig? Niet echt. Veel ladder. Oké, wat doen we met deze liever? Halen we hem over? Durf het? Ja, sure, doe maar. Misschien beneden iets gaan. Ja. Misschien zit een puzzel of zo, zeg maar, van al die levers. Nee, want ik heb een beetje gecheat net. Ik heb, je weet wel die chest achter die pistons, deze hier? Ja. Ik heb het ijs gebroken en snel in de kist gekeken. Oh, grote jongen. Hé, het werkt. Ja, dat is het belangrijkste. We hebben tenminste nu redelijke loot. Hier is iemand. Ik ga hem proberen te doden, ik beloof niets. Oh, je hebt een zwaard? Ja, ik heb een bijl. Oké. Ik hoop dat hij niets heeft gezegd, anders dan zijn we genaaid. Hoe komen we daar, behalve door dit trapdoortje? Ik weet niet. Ik ga er gewoon in. Oké, ik kom achter je aan. Oh, dit is niets. Ik dacht dat hier... Oh, is het wel een tunnel? Laat maar. Er komt iemand naar midden met... Ja, die had zeker allemaal weer full iron. Ja, waar ben jij? Ik ben nu bij die gast en ik ga hem proberen te... Wel, door het water. Ja. Oké, ik heb hem gedood. Nice. Ik kom eraan. Ja, oké. Achter je. Bij die redstone torch. Ik moet heel even... Ik heb maar weinig levens. Ja, hier. Oké, ik heb... Je hebt maar weinig levens? Hier, take it. Ja. Hier. Nee, hoeft niet. Hij had echt veel shit. Hij had 2 iron ingots, een diamond, wat sticks. Dus als we... nu kunnen we echt zwaarder maken en zo. Dan moeten we wel naar midden. Ja. trouwens, flint en steel wil jij goed mee. Neem die maar. Oké. Ik wil ook eigenlijk dat jij een iron zwaard voor jezelf hebt. Ik heb er ook één nu. En de diamond mag je ook hebben. Oké. Ik wil geen risico nemen. Dan gaan we proberen naar spawn te gaan. Dat was een goede kill. Ik had echt niet verwacht dat ik hem kon hebben, want hij had al een stenen zwaar. Ja, ik snap ook niet hoe je dat hebt gedaan. Ja, gelukkig. Oké, gebruik die golden apple als nodig is, want er zaten echt een paar gasten met iron armor in het midden. Uh-oh. Dus, ik zie hier ook een naamplaatje achter ons, maar ik weet totaal niet waar het zit. Deze map is voor mij echt een groot doolhof. Oké, midden zit de crafting table. Zullen we even gaan? Yep. Oké. Even wat eten, zodat we dadelijk kunnen wegrennen als dat nodig is. Dus je hebt nu ook 2 iron. Ja. Oké, nice. Zwaard. Komt iemand aan zo meteen, denk ik. Oké. Oh, oké. We zijn goed, denk ik. Even nog kijken voor extra loot die vergeten is. Even onderkijken. Kan geen kwaad, toch? Nee. Oh shit! Kijk in deze. Schoenen en gold. Gold helmet. Dus die kun jij dragen? Nee, ik heb een iron helmet. Maar ik heb chainmail. Ja, dat is ook even goed als iron en gold. Serieus? Is gold wel beter dan leather? Ja, dat wel. Oké, dan heb ik mooie blingy schoenen. Oh god, pijl! Oh. Ja, ik zie hier iemand boven. heb ik pijlen? Nee. Ik heb één pijl! Oké, shit. Ik heb één pijl voor jou. Achter je. Oh, oké. Let op. Oké. Neem jij een hit op hem? We hebben hem. Ja, nice. Joink, rennen. Oké.
Ik heb heel veel pijlen. Oké, okay. Geef De helft is voor jou. Trop, hè. Dat heb ik. Dit heb ik voor je. 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 Dit heb ik nog voor je. Wie weet heb je er iets aan. Dit heb ik nog voor je. Hey, oh, shit, die had ik zelf ook kunnen aandoen. Maakt niet uit. Ja, doe die is zelf maar aan. Oké, okay, geef. Ja, pak hem toch. Oké, okay, heb je een boog? Ja, ja ik heb een boog. Oké, okay, ik heb ook nog wat extra stuw als eten. Ik heb ook een boot voor het geval dat. Ja, en ik heb genoeg voor wat meer pijlen. Als we gaan craften. Oké, hier zie ik nog iemand. Ik moet eten, ik moet eten eerst. Oké, okay. Ik ga er wel voor steken, want hij is nu aan het kijken. Oké, okay, kom eraan, kom eraan. Laat komen. Ah, ga dood, ga dood, ga dood. Een nieuwe ladder of iron ding voor mij. Iron, weet je dat? Joink. Bordplaat. Heb jij hem zelfs gestolen? Oh nee, niet. Ik heb niks gestolen. Jouw inventaris. Oh shit, pijl omhoog. Ja, ja, dat is die vent die daar boven nog steeds zit. Ik maak even wat meer pijlen. Oké. Dat zou ik in principe ook al kunnen doen als ik sticks had, maar die heb ik niet. Ik heb 2 sticks. Ik heb nu 8 pijlen erbij gemaakt. Zou ik jou de helft van mijn pijlen weer geven? Hoeveel heb je nu? Nee. Ik heb er 3, maar hou jij nou hier. Dan heb ik er nu 9. Dan kun je nog 2 nemen. Dan hebben we allebei 7 ongeveer. Oké. Okay. Oké, gaan we daar naar boven? Ik weet niet hoe, dat is een beetje een probleem. Hoeveel mensen zitten er nog in? Kun je op tab drukken? Nog 5. Nou, oh, netjes. Ja. Je kan ook / TL doen. Nee. Dan zie je het ook. Type. Hier heb jij een flint steel. Dank je. Ik heb nog alleen melons als eten. Nou, oké. Okay. Dus als je wat beters hebt, wat, dan moet je dat zeggen. Ja, hier. Dit mag je wel hebben, wat fake potatoes. En dan zal je wel voldoende eten hebben, denk ik. Ja, meer dan genoeg. Oké, hoi buddy. Team? Kunnen we hem maar afschieten, denk je? Als we hem van de zijkant raken, wellicht. Ik zeg team. Misschien komt hij naar beneden. Kom naar beneden, ik wil met je team. Kom, we gaan gewoon op zoek naar de ingang naar hem. Ja, shoot. Niet rennen lijkt mij toch? Ja, ik kan prima rennen, we hebben toch genoeg eten. Oh, nog meer hengel erbij, die neem ik. En wat random shit die ik gewoon maar meeneem, zodat anderen het niet krijgen. Ik zie al nog iemand. Oké, terugkomen naar spawn? Ja, is goed. Ik zie jouw naamplaatje, dus ik kom wel naar jou toe. Ik zit ondergronds. Oké, kom eraan. Daar! Bah! Ja, hij is nu weg. die gast blijft... Oh nee, daarboven zit hij. Oh ja, toch. Oké, okay, ik denk dat we hier via de rand op kunnen komen. Denk ik dat dat zo werkt. Ja, dat werkt zo. Oké. Okay. Pijlenboog. Oh. Oké, uit. Uit, terug uit. Hebbes. Nice. Ik had heel even echt weinig geld, maar bedankt dat je voor mij doodde. Geen probleem. Het wordt geapprecieerd. Mooie broek erbij. Oh, wat is een golden apple? God damn it. Die heb ik gepakt hier. Dank je. Even voor die extra absorption. Ja, jij bent de man van de golden apples. Ja, ik vind het wel handig ook. Ze zijn echt heel handig. Nou, ze zijn niet zo heel goed. Het is maar 2 health regen. 2 health en regen voor ja, simpel nee. Eten. Ja, oké. Okay. Het is wel 2 health extra. Dat is wel handig in principe. Ik wil niet van zeggen. Dat kan heel doorslaggevend zijn in een simpele... Maar de regen zelf is niet echt heel erg handig. Nee, inderdaad. Maar de 2 hartjes die ze laatst erbij hebben gedaan is echt belachelijk handig. Yep. Oké. Okay. Ik ga even kijken hoe je... Ik kom daar niet bij hoor. Als we hem doden, dan zijn we in deathmatch. Dus dat zal wel chill zijn. Dat is best fucking chill, ja. Chill. Ik heb mogelijk... Is dit een trap? Weet je niet. Double chest. Oké, nee. We moeten wel zorgen dat we eigenlijk een beetje bij elkaar blijven. Ja, ik denk dat wij op dit moment echt gewoon de meest armor hebben. Van denk de ik persoonlijk ook. Maar het risico wil ik niet nemen. Oké. Zijn er nog meer mensen? Hoeveel mensen is voor deathmatch? 3. Come on, zegt hij. Dat hij daar staat te mythe. Ik denk dat we hier gewoon via de zijkant ook op kunnen, eerlijk gezegd. Dat lijkt zo, maar ik weet niet. Ik ga het proberen in ieder geval. Nog. Ja. Oké, okay, dit lukt denk ik wel. Ik geef hem even een beetje harassment. Oké, okay, hier is een lever. Wat zou ik die overhalen? Ja.
Als ik dood ga. Oh. Chest. Behind you. Wel? Ja, volgens mij hier ging Oh iets. ja, een kamer, een geheime kamer. Oeh, kijk! Kijk! Dat is een Easter egg. Wat wel, al de map mensen die eraan hebben gewerkt. Oh, wow, dat is best cool. Dat is best cool. We found a Easter egg. Come Kom on. Luke. Oh, Luke. Kom hier. Ik ga hem even verleiden met Pumpkin Pie. Oh, dat werkt niet. Oh, dat werkt ook niet. Laat maar. Oh, ik heb ze Kom alweer nog een keer omgegooid. tevoorschijn, ja. Kom maar. Oh, oeh, oeh. Ga eens even aan de kant, Tim. Yo. Oh ja, laat maar. Hij gaat toch niet meer komen als hij weinig geld heeft. Ah ja, dit gaat niet worden. Je zou daarheen kunnen. Nee, dat kan niet. Laat maar. Ik ga via de andere kant proberen en anders weet ik. Oh Ja, dat shit. moet een. Wat? Ik moet echt uitkijken hoor, want als hij je daar afschiet, dan ben je screwed. Ja, dat zou een lullige manier zijn om dood te gaan. Ja, met zoveel armor. Yep. Het wordt een beetje leem dat er niemand komt. Ja. We staan nu echt al een paar minuten bij spawn, zo een beetje chillen. Ja, en, ik denk dat we even moeten gaan zoeken gewoon naar een ingang inderdaad. Yep. Waar ben je? Ik ben op zoek naar een ingang. God damn it, bro. Ah! Ik ben dood door een lavatrap. Fuck this. Wat de hel? Wat slaat dat op? Niet. Ja, maar jij kan nou deathmatch winnen. Oh, je bek. Serieus? Ja, dat kon ik niets aan doen. Ik liep gewoon zijn gang in en dood door de lavatrap. Let op, volgens mij is dat deze gang zelfs. Ja, dat is deze gang. En als je dan doorloopt, dan kom je. Ik Ja, loop. Je loopt gewoon eigenlijk door, je merkt niets. Ik heb mijn sound heel laag, anders had ik misschien wel gehoord dat er iets werd geactiveerd. Ja, tripwire hier. Oké. Okay. Whatever. Oh, daar zie ik iemand. Ja, zie ik weet het. Moet ik hem pakken? Ja. Ja, denk het wel. Dit is jouw potje, Tim. Ja, helaas. Avenge me. Oké, okay, dat is. Oh mijn god, hij heeft het niet eens door. Nice. Oké, okay, snel wat eten. Nu wordt het jij en de camper. Ja. Hij heeft in ieder geval tot de deathmatch volgehouden, maar ja. Wat is dat waard dat je toch doorgaat? Ja, ik weet niet. Zo, wat regenen. Good luck, puntje. Ja, ja. Waar is hij? Oh shit, ik moet wachten. Oh, is dit een andere? Ik dacht dat. Huh? Oh. 5 seconden. Dat hier een speciale arena voor hadden. Ik ben heel benieuwd als hij een. Stop running! God damn it. Oh, ik zie jou niet. Jij bent onzichtbaar voor mij. Oké, ik ren wel even een beetje verder. Oh, dat is jammer. Ik kan de PvP niet vinden. Ik kan jou niet zien. En gewonnen. Oké, okay, gefeliciteerd Tim. Dank je. Dus ja, kijk vooral even voor de laatste PvP deathmatch ding op Tim's kanaal. Ga voor meer als een potje natuurlijk naar Simon, want die doet dit vaker. Yep, en laat vooral een groen duimpje achter en dan zien we jullie de volgende keer weer. Althans, ik weet niet of Tim nog een keer mee gaat doen, maar dat zien we dan wel weer. Vast wel. Yo, later. Oh,